Jongens, welkom bij dit allereerste, de pilot aflevering van een item waar jullie de naam van gaan bedenken. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Dit is Erwin. Hoi Erwin. Hallo. En Erwin is van Budget Gaming. En ik ben Peter en ik ben van Gamersnet.nl. En wij gaan jullie de komende tijd op de hoogte houden van alle aanbiedingen. Ja. Dat is eigenlijk het ding. Want wat doe jij voor Budget Gaming, Erwin? Wat doet Budget Gaming? Leg het even uit voor mensen die dat niet weten. Wat doet Budget Gaming? Ja. Nou, Budget Gaming, daar kan je alles over games en waar je het kan kopen en waar het goedkoopst is, kan je vinden. Ja, ja, dus de console en de spellen. Super handig. Ja. Oké. En wij doen de reviews en zo, hè? Dat weet je wel, video's. Ja. En super awesome. En we dachten, we gaan een leuke samenwerking starten. Dat doen we in deze pilot voor iets waar we nog geen naam voor hebben. Dus dat wilde ik eigenlijk aan jullie vragen. Ja. Dus als je een leuke naam hebt, laat even weten in de reacties hoe we dit item gaan noemen. We gaan het hebben over de PlayStation 4 Pro. Hij komt deze week uit, aanstaande... Donderdag. Donderdag, dankjewel. Dat is vandaag volgens mij. Vandaag komt hij uit. Vandaag komt hij uit. Vandaag komt hij uit. We hebben dit in 2014 opgenomen. Ja. Dus hij komt vandaag uit, heel erg plannen. Ja. Maar vertel even, wat de PlayStation 4 Pro is. Het is natuurlijk een nieuwe console, maar het is toch de oude console. Maar hij kan iets meer. Ja, en hij is geüpgraded. Hij is geüpgraded, dat is het eigenlijk. Ja. High Dynamic Lighting, 4K. 4K. Ja, dat zijn hele mooie termen die ze voor gebruiken. Maar jullie willen natuurlijk afvragen, waar kan ik met goedkoopste scoren? De adviesprijs is gewoon de oude PlayStation 4 prijs, toch? Ja, 399 euro. Ja. Ja. Maar wij hebben al een aantal plekjes gevonden dat er eigenlijk een dief van de eigen portemonnee bent als je hem daar haalt. Of als je hem voor de adviesprijs Zeker haalt. Weten. Ja, vooral als je hem gelijk bij de launch haalt, dan kan je hem al voor een paar tientjes goedkoop halen. Ik zie hier al heel veel plekken. Eigenlijk is die nergens op de adviesprijs, vermoed ik al. Deels. Okay. Maar al veel niet, zeg maar. Erwin, brand los. Wat zijn de keuzes? Nou, je hebt vooral bij de release heb je hem altijd van heel veel spellen, is dat normaal. Heb je dat ze goedkoper zijn. Dat begrijp ik niet. Nou, bij de release van een spel bijvoorbeeld, dan zijn ze altijd bij een weekje ergens goedkoper. Oké. Okay. Heel vaak Media Markt. Dat weet ik dus niet. Je leert me nu al dingen. Hè? Nou ja, als je een spel opnieuw gaat kopen voor de volle pot, doe het dan meestal bij Mediamarkt, dan heb je hem voor goedkoper. Ja, Mediamarkt koopt heel goed in natuurlijk. Ja. Je zit vaak op 48 euro, misschien vaak. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of 51, 52, zoiets. Ja. Terwijl dat dan 60 euro is de adviesprijs. Ja. Meestal. Dus dan daar is het altijd goedkoper. En dat is in dit geval is dat ook met de PlayStation Pro zo. Want die is bij Mediamarkt voor 279 euro te krijgen. Dus tot zondag is dat, dus nog niet heel lang. Okay. Daarna is die gewoon weer 3,99. Waarschijnlijk kan altijd nog weer veranderen, maar dat denk ik niet. Maar dan heb je ook heel vaak winkels die dan gelijk meegaan. Ja. Nu. Weekamp. Ja, Weekamp. En die heeft een actie... Dus je hebt wel spelfout hier, maar dat maakt niet uit. Weekamp. Ja. Weekamp. Of is dat een andere concurrent? Ja, die ken je die winkel niet? Weekamp. Ja, dan ga je comparen met jezelf. Ja, ja. Superfijn. Nee, Weekamp. Ja, daar zo is die ook voor 379 euro. Maar dat is dus alleen vandaag donderdag. Alleen vandaag. Alleen vandaag nog. Ja. Jongens, dus daar moet je echt snel zijn als je hem daar wil. Ja. En het is allebei online gratis verzending. En bij Mediamarkt kan je natuurlijk ook in de winkel halen. Want het geldt zowel in de winkels als online. Oké. Okay. Nou, hebben wij een collega bij Gamersnet. En die ziet er een beetje qua baard uit als jij. Daniel, die is op dit moment... Ja. Vanaf Bunnik, waar dit pand zit, naar Utrecht aan het reizen naar de Game Mania. En dat doet hij met een reden. Ja, dus daar is natuurlijk een hele toffe deal. Ja. Je kan je oude PlayStation 4 inleveren bij Game Mania. En dan kun je daar voor een stuk goedkopere prijs kun je de PlayStation Pro krijgen. En, ja, maar er zijn wel wat dingen waar je op moet letten. Want er wordt wat geroepen hier en daar online, maar het klopt niet voor iedereen. Nee. Tenminste in dezelfde situatie. Nee. Leg uit. Wil je hem voor de goedkoopste prijs, dat is 199 euro. Dan moet je je PlayStation 4 1 terabyte inleveren. Ik vermoed dat je niet je eigen harde schijf erin met 1 terabyte erin zegt. Dus dat het echt een 1 terabyte versie moet zijn. Ja. Wil je hem voor 249 euro, dan kan je je PlayStation 4 500 gigabyte inleveren. Ja. Maar wat ook grappig is, dat vond ik heel erg opvallend, je kan ook je Xbox One inleveren. Nou, ik zou je vertellen, ik lees dit nu. Ja. Nou, ik ga ook nadenken. Jij om het te doen? Ik heb een S gehaald. Heb ik ook. Ja, dus ik heb die andere staan. Ah, je hebt er nog eentje over. Ja. Nou, dat is goed. Ja. Voor de Xbox One geldt het zo. De Xbox One 1 terabyte. De S kan je trouwens niet voor inleveren. Nee. Die accepteren ze niet. Maar de Xbox One 1 terabyte krijg je hem ook voor 249 euro. Dat is ook een mooie deal.
En bij het inleveren van de Xbox One 500 gigabyte heb je hem voor €279. Bam. Dus dat is een beetje de deals van Game Mania. Heel scherp, vooral de 199, maar dan moet je wel de 1 terabyte hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Duidelijk, deze drie winkels zijn de enige die iets doen met de prijs? Zo goedkoop wel, ja. Ja, het belangrijkste, ja. Ja, ja. Oké. Okay. De rest is ongeveer, zou het zijn 389 of 399. Ja. Mocht je nou willen gaan voor een niet-PlayStation 4 Pro, dan zou het nu ook het moment zijn om naar heel veel winkels te kijken. Hè? Want oude PlayStation 4's en de PlayStation 4 Slim ook, zie ik hier. Ja. Daar zijn toffe aanbiedingen voor, inclusief games en zo. Ja. Dat voor de PlayStation 4 Regular. Voor de Pro ben je nu op de hoogte. Yes. En dit was het wat je wilde bespreken, toch? Ja, dat wel. Ja. En we hopen dat jullie het leuk vonden en dat jullie wijzer zijn geworden hiervan. Erwin, bedankt. Ja. En aan jullie de vraag, hoe moet dit item heten? Wat vinden jullie ervan? Geef feedback hieronder in de reacties, vinden wij heel belangrijk. Wij zijn hier om te groeien. Zeker. En om beter te worden en dat doen we mede met jullie. En voor de laagste prijzen kun je altijd even op budgetgaming.nl kijken. Ja. Ook belangrijk. Ja, we hebben een mooie pin hier. Kun je die niet vergeten? Nee. Kun je die winnen? Ja. Ja, hoe? Hoe? Door een goede naam te bedenken. Door een goede naam te bedenken. Dan win je diep in. Dan win je diep in. Als je een winnende naam hebt. Ja. Ja, dan regel ik even voor jullie. Hè. Onder druk zetten als de camera aanstaat. Het was mijn eigen pin. Het was mijn eigen cadeau van Wizard Gaming. Nou, maar ja. Hartstikke tevreden ben je. Ik regel er wel nog een. Met je cadeau. Je kreeg het bordetje er niet bij. Nee. Je mocht hem niet rijden. Ja. Nou goed, deze kun je winnen. Het is ergens pin niet meer. Bedankt voor het kijken en tot heel snel.